Die nog niet. Die nog niet gegroeid? Nee, dat is wel gek, hè? Ja. Misschien ook omdat hij schuin gaat, dat je het dan nu ziet. Ja, die groeit sowieso niet waar natuurlijk. Ja, die is sowieso al gegroeid. Zeg wel een centimeter of twee. Mag gewoon. Dat is wel leuk. Ja. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Het Waait Wel Weer Over. We beginnen de dag met een blauwe regen update, hè. Gisteren een streepje gezet, zoals je kon zien in de vlog. En hij is nu vannacht, is die lange stengel... Eerst naar een centimeter of twee gegroeid of zo. En die andere wat ik vast had gemaakt, die is nog niet gegroeid. Maar dat was echt grappig dat hij zelfs 's nachts nog wel groeit. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat zich gedurende de dag gaat ontwikkelen. Nu ga ik even editen. En Daphne die is vandaag vrij volgens mij. Nou, ze moet wel wat doen. We gaan onze schoenen poetsen. Is dat voor jou ook nepleer? Ja, dat weet ik niet. Maar kijk, even kijken of de schade van zo'n beetje. Oh ja. Ik dacht, ik had wel goed. Ja, maar die van mij zijn ook een beetje, die heb ik namelijk een keer aangehad toen ik bezig was in de kelder. Shit. Ja, ik ben benieuwd wat schoenenpoets doet. Is ook gewoon, ja, dat gaat wel goed komen. Nepleer. Ik denk dat ze eerst even schoon moeten. Ja, dat denk ik ook, want ze zijn behoorlijk vies. Ik heb mijn schoentjes gepoetst. Nou is het de vraag welke als eerste moet kleur herstellen. Het lijkt me als laatst, wat is dit? Alle kleuren aan, ja, protector. Dat is tegen regen en zo. Dat hoeft niet. En clean en shine. Ja, nou wat, dan haal je de kleur weer op. Daar zit ook zwart op. Dus dan moet je eens open doen, dus een sponsje. Oh, dan moet vast deze. Dat denk ik ook, en daarna die denk ik. Ja, denk je? Ik denk altijd gewoon dat je... Nee, wacht. Want ik had toen schoenen en daar zat dan dit op. En daar zat stof op, zeg maar, zo'n stof. En dan moest dat stof moest daarmee en het leer moest daarmee. Ja, hier staat dan de zwerden. Oh. Ja, dat zwerden, dat was dat stof. Oh ja, ja. En dan ja. Moest dit, dat leer moest dan daarmee. Dus ik denk dat je hele schoen daarmee moet. Ja, oké. Okay. Nou, daar gaat hij hoor. Volgens mij moet je gewoon drukken. Oh. Wat lach jij? Er gebeurt iets. Nee, die moet het rok nog mee, hè? Er zit me veel in eten. Ja, oké. Okay. Dus ik had het allemaal op deze schoenen krijgen. Oh, kijk, daar ga je. Daar ga ik, dan komt niet zoveel uit. Je moet drukken, je moet zo doen. Stop eens. Ja, zo. Zou dat je zijn? Je moet zo. Oh ja, ja. Ja, ja, gelijk. Laat haar apart. Nou, talent. Ja, dank je. Moeilijk kijken. Nou, ik ga even verder met mijn hoor. Ja, doe dat. Die van mij staan in de poets hoor. Zien er wel beter uit, hè? Ja, heel beter. Nice. Heb je al gekeken hoe lang het moet intrekken? Nee. Oké. Okay. Succes. Als je even kijkt hoe laat het is, dan kun je een beetje zo meteen langs de rand. Wat een goed idee van jou. Ik heb ze 5 minuten laten intrekken en toen heb ik ze nog even gepoetst. En ze zijn echt wel weer mooi. Tuurlijk, je kunt wel zien dat ze gebruikt zijn en zo, maar ja, ik vind ze echt wel weer netjes. Ja, ze glimmen weer een beetje. Ja, ze gewoon, ja, ik bedoel, van afstand zie je het niet. Moet je echt zo naar de gaan kijken en dan zie je daar wat. Ja, weet je, dat ziet echt geen mens als je ze aan hebt. En dat mag bij deze schoen ook wel, vind ik, want ja, het is wel een beetje een stoere schoen. Dus dan mag er best wel hier en daar een beschadiging op zitten. Ja. Vind ik ze juist wel leuk maken, ook omdat het nepleer is. Dan ziet het juist wel weer wat echter uit of zo. Dus ik ben er blij mee. En die van jou is ook mooi geworden, hè? Ja, ik heb ze nog niet ingespoten met dat beschermspel. Dus die moet ik nog een keertje oppoetsen. Nou ja, dat heb ik niet gedaan. Dat vond ik een beetje onzin. Voor deze dan. Als je even poetsen. Poetsen is poetsmiep. Wij gaan weer bezig met ons binnenkozijn. Ga even naar buiten. Dan kan ik het wel beter uitleggen. Zo, dit vind ik wel een leuk standpunt met Daphne op de achtergrond. Maar we gaan dus bezig met het kozijn binnen, even schuren. Want de vorige keer, weet je misschien nog wel, toen we de... shit, hoe heet het ook alweer? Schildersteep. De schildersteep dus. Toen we de schildersteep eraf trokken, toen kwam er verf mee in het kit. Dus dat moeten we eigenlijk even opnieuw doen. En dat moet voor de lozier komen. Want dan kun je de lozier er gewoon gelijk aan.
Want ik heb goed nieuws wat betreft de jaloezieën. Die komen namelijk, als het goed is, deze week. En misschien ook wel goed om even te zeggen is dat Illumio ons een compensatie heeft aangeboden van 40% op het aankoopbedrag. Het was even een gedoe. Ik heb er meerdere malen een tegenbod moeten doen. Want het kwam eerst met 20% korting op de volgende aankoop. Toen dacht ik, ja, volgende aankoop, dikke vinger. Ik weet niet of Koning nog wat bij jullie gaat bestellen met deze klantenservice. Dus dat heb ik ook gezegd. Daar waren ze wel mee eens. Toen kregen we 20% korting op de huidige bestelling. Dus kregen we 20% terug. Ja, weet je, op zich prima. Maar ze hadden ook gewoon een actie lopen. En die was echt net een paar dagen nadat wij hadden besteld, was die van start gegaan, de lenteactie. En dat was 20% korting op al die jaloezieën. Dus dacht ik, ja, lekker dan. Weet je, iedereen waarbij de bestelling gewoon wel goed gaat, die krijgt ook 20% korting. En bij ons gaat alles helemaal mis. Duurt super lang. Het was ook nog verkeerd geleverd. En wij krijgen ook 20% korting, dus dat was een beetje scheef. En iedereen die de jaloezie heeft besteld met 20% korting, die heeft ze waarschijnlijk ook al lang binnen. Wij wachten nog steeds op de goede. Dus ja, dat heb ik toen ook gezegd. En nu kwamen ze dus met, compensatie van 40% op het aankoopbedrag. En dat is ook al teruggestort. En dat is helemaal prima, dat had ik ook voorgesteld. Nice. Daphne is klaar. Dat had ik ook voorgesteld en dat hebben ze nou gedaan en dat is gewoon wel een prima oplossing. Dus het had even wat voeten in de aarde. Ja. Zo, wat stof. Altijd leuk als je het huis schoon doet. Ja, zaterdag net schoongemaakt en nu is alles weer stoffig. Maar ja, het is voor een goed doel, hè? Ja. Maar het had dus even wat voeten in de aarde om een goede compensatie te krijgen. Maar het is gelukt en de jaloezie komt als het goed is deze week. Dus we moeten druk aan de slag om dat kozijn weer mooi te maken. Nou, daar gaat hij weer. Grote vrienden weer in aanslag. Oefening waterkunst, mensen. Professionele kids zitten hier net te kijken en denk echt, nee. Ja, echt. En dan wil ik deze ook eigenlijk nog even laten zien. Dat hebben we het laatste keer gehad. Sorry. Oh, ik begon al bijna. Nee, ik was even aan het proberen hoe ik dat ging vasthouden. Oh. Maar dit hebben we het laatste keer gehad bij de praxis. En daar kun je dus heel makkelijk mee randjes in de vorm krijgen. Dus wij gaan nou die scherpe hoek daar krijgen, gebruiken wat ik nou laat zien. Die ja. En dan wordt de kit die vorm. Je kunt bijvoorbeeld ook die ronde doen. Of die. En dan krijgt de kit rand dus zo'n vorm. Maar we hebben nog twee meer. Maar we hebben al best wel veel gebruikt. Het is echt heel erg handig. Dus als je moet kitten en je kunt het niet zo goed, is dit echt een uitkomst. Ja, echt. Ja, is zo. Ik bedoel, ik denk dat een professional dit misschien zelf wel heel... Ja, misschien gebruiken die dit ook wel. Geen idee eigenlijk. Maar het is erg makkelijk. Kijk, want dan komt het er zo uit te zien. Gaat goed? Ja, gaat heel goed. Kijk, het was dus zo. Dan wordt het zo. Cool. En onze koning ligt hier lekker in de zon te genieten. Ligt hier lekker? Jij. Met Booba gaat het trouwens wel weer goed. Hij is al 2 dagen niet meer benauwd geweest. En hij heeft ook nog niet weer overgegeven. Dus ik heb het idee dat die medicijnen wel helpen. Dus dat is wel heel fijn. Hij drinkt ook minder water trouwens. Gisteren heeft hij iets van 0,5 liter gehad. Dus dat is ook goed. Meer mag je niet. En vandaag heeft hij al wel redelijk wat gedronken. Maar hij zit nog niet aan 0,5 liter. Of wel? Of al wel? Ik weet niet, zit er alles in? Zit er nog in het bakje? Nee, dat is op. Ja, ja, dit is mijn fout. Dit is onze fles. Hier hebben we een streepje opgezet zodat we het een beetje bij kunnen houden. Dit streepje is een liter. Die is inderdaad nu wel op de helft. Dus vandaag mag die eigenlijk niet meer water. Of mag. Het is, als een hond meer drinkt dan 0,5 liter, is dat blijkbaar niet goed. Dan is er iets mis. Ja, het is natuurlijk, hij ligt ook pal in de zon. Dus misschien dat je ook. Geen idee, maar je moet het een beetje in de gaten houden. Hij heeft namelijk niet extreem veel gedronken. Dat deed hij voordat hij de medicijn kreeg wel. Dus het is nou echt wel minder. Wandelen. Makkelijk. Zwaar doen. Wij hebben net heel lekker gewandeld. Best wel een lange ronde gedaan trouwens. Ja, ik kan het proberen uit te leggen, maar ik langs ben gegaan, maar het heeft waarschijnlijk helemaal geen zin. Nou, heeft Daphne popcorn gemaakt. Zelf gewoon van die mais in de pan gedaan.
En gaan we het Tiger King kijken. Het is trouwens 9:30, het is nog steeds licht. Vet raar is dat. Ja, dat vind ik wel echt te laat. Heb je suiker opgedaan? Ja, ik heb het met witte bastardsuiker in de pan gedaan. En dat is echt een gouden tip, want dan brandt het helemaal niet snel. Oh. Weet je dan gewoon de suiker? Hm. Ik vind zonder suiker ook wel lekker, gewoon niks erop. Ja, ik ook wel. Wat is er voor je aan te vertellen? Wat oh, dat ik het echt heel raar vind, dat het nou nog licht is buiten. Ja. Ik vind het wel echt te lang hoor. Ik bedoel, van 9:30 je naar bed en dan is het nog licht. Vind ik echt niet zo. Maar goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de vlog. Als je hem leuk vond, geef hem dan een duimpje omhoog. Vergeet me niet te abonneren en dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe Het Waait Wel Over. Doei!